Ja. Zo. Hey, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Morgen. Dat ik jullie ook 's ochtends eens een keer mag treffen. Ja. Hey, maar Bob en Ali, Ali en Bob, jullie zijn nou ja, van Schuttershof, van Losbollig, van allerlei feestjes eigenlijk. En ik ben hier voor Losbollig, want dat bestaat 3 jaar. Ja. En nou moet ik als oude man toegeven dat ik daar zelf niet veel kon, dat weten jullie ook. Maar er zijn wel meer mensen natuurlijk die er niet komen. Dus vertel eens even, wat is dat nou precies en hoe lang doen jullie? Ja, 3 jaar dus, maar vertel eens wat. Nou ja, we zijn dus inderdaad begonnen met Losbollig, hè? Ja, toen rolden we eigenlijk hier zo binnen. En sinds ja, toen, 3 jaar dus, zijn er steeds meer feestjes gekomen. We zijn onszelf ook gaan uitbreiden. We heten geen Losbollig VOF meer, maar Novi Events. Novi Events. Novi Events, ja. En ja, dat is zeg maar de overkoepelende naam geworden voor alle feestjes. Maar jullie zijn een, dus eigenlijk een evenementenbureau? Een partyorganisator, ja. Maar jij werkt ook bij Schuttershof, jij bent bedrijfsleider. Ik ben bedrijfsleider, ik ben hier in oktober 2016 ben ik hier ingerold, mede door Losbollig. Ik heb een stokje overgenomen van Lisetta. Nou, dus, Losbollig zijn we gestart omdat ja, er was niet zoveel te doen in Middelburg, meer voor jongeren, omdat dat heel vroeger uit de hand was gelopen. Ja. En toen was het in andere verboden. Ja, in Losbollig hebben we toch wel iets gebracht voor de jongeren in Middelburg. Ja. Inmiddels staan we 3 jaar. Kijk, het ging niet zonder slag of stoot. Maar we zijn er nog steeds. Maar ik hoor niet vaak over, weet je, dat zijn natuurlijk altijd incidenten, dus bij elke horecagelegenheid. Maar er zijn niet vaak grote vechtpartijen of dat soort dingen, nee, toch? Nee, dat hebben we wel de nek omgedrukt. Ja, maar jullie hebben ook, want ik zie altijd, als jullie zijn veel actief op Facebook en zo. Maar er staat er ook altijd heel groot bij, streng deurbeleid, je komt alleen op een soort uitnodiging, of ja, hoe werkt dat dan eigenlijk? Dat was in het begin, deden we echt alleen op lijst, dus zeg maar, je moest je aanmelden. En ja, en dat groeide uit op een gegeven moment totdat er een rij stond tot aan voorbij de mug. Dat was één keer zo erg. Er kwam heel hoop niet binnen, dus ja, toen hebben we gewoon besloten om online tickets te doen, gewoon een maximaal aantal tickets en ja, op is op. Ja. En dat werkt nu nog steeds. Ja. Maar het is eigenlijk. We werken ook heel veel met voorverkoop, zodat je gewoon kan uitsluiten van uitsluiten dat je, als je eenmaal uit bent verkocht, ja, je hoeft niet te proberen om in de rij te gaan staan, weet je. Vol is vol, we zijn uitverkocht. Maar jullie zijn eigenlijk ook wel altijd uitverkocht, hè? Of is dat misverstand? Ja, eigenlijk wel. Over het algemeen wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Dus 1 keer. Dus 1 keer is het voorgekomen, een paar maanden geleden inderdaad, maar dat kwam en het was examenmaand. Ramadan, echt, ja, alles viel tijdens het uit. Toen maakte je wel van oké, het was even leeg. Maar het is gelukkig maar 1 keer gebeurd. Gas bij en... Hey, maar waar ik ook heel benieuwd naar ben, want ook de muziekstijlen hou ik allemaal niet meer zo bij. En vroeger had je R&B en zo, maar wat voor muziek draaien jullie? Ik zie daar, daar staan de decks, zeggen jullie altijd. Ja, ik zou het moeten aanspreken. Ja, kan wat of niet? Gewoon zomaar 1 klein... geluidje wel van hebben we het nou over heel eclectic, hebben we het over harde house of hebben we het over easy listening? We willen eclectic. We willen niet zeg maar in één hokje douwen. Nee. Omdat ja kijk dan krijg je sorry hoor. Dat geeft niet hoor. Ik wil het voor iedereen toegankelijk houden. Dus we draaien eigenlijk in principe wat tegenwoordig overal in clubs gedraaid wordt. Wat de jongeren van houden. Ja, wat gaan we... Dan heb je het alleen over Losbollig. We hebben bijvoorbeeld Boogie Fever, dat is 30 plus discoavond. We organiseren niet echt alleen. Ja, wat zullen we opzetten? Nou, je hebt hier vrijdag heb je ook altijd gasten. Die is bij het jubileumfeest de DJ. Dat is Nafs, ja precies. Heb je daar wat van? Ja hoor, zeker. Dat is wel de meest bekende denk ik. Ja, en de meest bekende van wat dan? Of heeft hij ook niet de stijl voor in een hokje? Ja, kijk, Nafs is een moombahton DJ. En wat? Moombahton. Moombahton? Moombahton, ja. Ik ken het niet eens man. Nee, ja, de leeftijd denk ik. Nee, ja, dat is waar, het is gewoon waar. Ja, goed, en de meest bekende denk ik is toch wel de Casanova remix. Even kijken, normaal gesproken gaat het niet via hier, hè? Dat snap je dat? Nee. Normaal gesproken gaat de DJ. Ga gewoon daar staan met je telefoon. En wat sneller. Vroeger was het, was het nou ook weer? Mambo's, je was zo'n computertje? Ja. Dit is echt de bekendste track vanaf, denk ik. Oh, dat is wel lekker bezig. Iedereen kent dit nummer. Dit is een productie van Nafs. Oh, is dat ook weer een oud nummer dit? Casanova? Dit is wel een oud nummer. Ja, heel oud. En gaat de dames hier een beetje op schuren en zo? Ja, er wordt ook geschuurd tijdens ja, dat is wel. Dat weet je toch heel goed net, hoor. Ja, ik komt ook een keer kijken. Ja, en dan een volle zaal, dus ja. Maar vrijdag is dus het feest? Ja. Gewoon van 12 tot 4, dat is meestal de... Ja, 12 tot 4. En zijn er nog kaartjes of zijn jullie al... Er zijn nog kaartjes online te verkrijgen via Losbollig Facebook, kan je daar op je linkje klikken. En je kan nog meedoen aan de winactie ook. En je kan de mensen kunnen nog meedoen aan de winactie. En dan heb ik nog een laatste vraag voor jullie, van, hebben jullie nog, omdat jullie nu ook een andere naam zijn, hebben jullie nog andere plannen voor de toekomst dan met name in Middelburg? Of, Ja. Er zitten altijd andere plannen in ons hoofd. Dat wel, kijk, het is een kwestie van uitwerken. Hè? Ja, precies. Kijk, we willen sowieso met Schutters willen we eigenlijk proberen wel zo breed mogelijk aanbod te hebben. Kijk, we hebben natuurlijk Losbollig voor 18 plus. That's My Jam is 25 plus. Dat is meer de 90s classics, zeg maar. Geen foute muziek, maar gewoon 90s. Classics, zeg maar. We hebben Boogie Fever, daar zijn we even een kleine zomerstop mee. Het is disco. Met lichtgevende vloer, et cetera. Back to the Retro, dat is de oude house. Dat is echt die retro house, 90's house. Dus we proberen alles... En wat vinden jullie van al die verschillende avonden nou zelf de leukste? Of maakt dat voor jullie helemaal niks uit? Nee, we proberen van elke avond echt een feest te maken natuurlijk. Ja. Maar het is wel leuk om verschillende doelgroepen aan te worden. Kijk met Losbollig, de doelgroep, dat zijn gewoon echt de jongeren, 18 tot 25, 28. Ja. Maar ik vind het meestal wel spannender, bijvoorbeeld een Back to the Retro, de 90s house, zeg maar. Dat is echt een specifieke doelgroep. En als je die uit de tent loopt, dan geeft het echt wel een gevoel van oké, weet je. Ja. Ze kunnen nog bewegen. Ja. En dan bij Boogie 4 hetzelfde verhaal. Ja. Dan ga je een beetje meer op de 30-plussers richten ook. Ja, als je die dan eenmaal hier op de dans wil, denk je ook dat is lekker. Dan heb je goed je best gedaan. Nou super, dank jullie wel voor jullie tijd. En gefeliciteerd nogmaals en geniet van vrijdag. Dankjewel. Dankjewel.